En dat zijn er 10. 10 slagen. Dus dat is door bepaalde mensen uitgerekend. Het zijn ook 10 inzetten. Dus de 10 geboden die worden zeer duidelijk ingeprent, ons ingeprent. Het is een, zoals dat eigenlijk steeds bij die duo's is, zeer contrastrijke bewerking met de grote bewerking voor 2 klavieren en pedaal. Deze manualiter Fughetta is heel anders van karakter. Op het eerste gehoor lijkt het een hele vrolijke fuga te worden. Door die repeterende tonen. Is helemaal in de beginstijl van Bach geschreven. Heel erg beïnvloed door iemand als Reinken, die ook zo'n soort fuga heeft geschreven met alleen maar repeterende tonen. Maar dat heeft natuurlijk te maken met de cantus firmus, met de melodie die Sinti Huygens in geboord. Daar zijn heel veel repeterende tonen. En doordat hij dat in zo'n snelle 12/8 maat heeft gezet, is dat het eerste wat opvalt. Maar het wordt steeds nadrukkelijker, die slag wordt steeds nadrukkelijker. Dan gaat hij naar een ander interval, weer hoger, nog hoger, dan zelfs naar een septiem die dissoneert. En bij de tweede en de derde inzet, maar vooral bij de vierde en vijfde, als er akkoorden in het spel zijn, worden de dissonanten ook talrijker. Door de dissonantiegraad word je wel stevig ingewreven, samen met die slagen van het thema, dat het hier gaat om 10 geboden.